Welkom bij de culturele agenda voor de tweede helft van mei. De eerste helft die zit er alweer op, was verschrikkelijk leuk, weer allerlei activiteiten geweest. Misschien bent u er ook nog even op uit geweest en dat kunt u de tweede helft van mei natuurlijk ook. U kunt ook naar allerlei voorstellingen die Anne Beijer van Theater Tilburg weer heeft uitgezocht. Maar op Hemelvaartdag is het ook weer een dagje uit. Dat kan ook heel gezellig zijn. Maar eerst gaan we eens kijken, want het theaterseizoen loopt een klein beetje op zijn einde. We gaan kijken naar nog wat aardige voorstellingen die Anne dus uitgekozen heeft. Ja, Anne, ik denk dat jij een hele grote voetballiefhebber bent, want je hebt iets speciaals uitgekozen, de grote WK-show. Hoe kan dat nou toch plaatsvinden in Theater Tilburg? Ik ben zeker een voetballiefhebber. Eind april was voor mij natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, omdat Willem II kampioen werd. Maar nu kunnen we inderdaad vooruit gaan kijken naar het WK, wat er natuurlijk weer aankomt. En in de Schouwburg wordt het eigenlijk een comedy cabaret night. Met een aantal leuke namen. Ellen Dikker, die optreedt als Truus van Gaal. Die natuurlijk als vrouw van er helemaal achter gaat staan. En die ons supporters inderdaad ook gaat opjutten om hetzelfde te doen. Verwacht een leuk WK-lied van een leuk cabaretduo Maartje en Kiene. Een WK-quiz. En dan natuurlijk gewoon leuke cabaretiers die hun ding doen. Voor jong, oud, mannen, vrouwen, volgens mij moet je gewoon hier zitten. Als je maar een klein beetje van voetballen houdt, of misschien gewoon alleen de kleur oranje al leuk vindt, gewoon hier naartoe komen. Wel in het oranje dus? Wel in oranje, doe je voetbalshirt, je leeuwenhelm, weet ik veel wat je op de zolder hebt liggen. Neem het mee, dan wordt het volgens mij extra leuk. Vanaf 30 april gaat ik langs de theaters door het hele land om alle supporters WK klaar te maken. Meneer Kloten, wat is uw rol in deze campagne? Kloté. Sorry? André Kloté. Moet eigenlijk een streepje op de E van Kloten, maar ze wist niet hoe dat moest hier. Excuses, wat is uw rol in het geheel, meneer Kloté? Ja, heel simpel. Kijk, het verschil tussen winnen of verliezen hangt van zoveel verschillende factoren af. En ik ben heel blij dat Truus mij gevraagd heeft om het Nederlands publiek dat uit te leggen. Hoe nou precies dat vorkje in het steeltje steekt. En ik zeg altijd maar zo, voorkomen is beter dan repareren. Ja, als je het boek gelezen hebt, 50 tinten, grijs, dan wil je misschien ook naar de voorstelling. Dat klopt. Het is wel echt iets anders dan het boek, want het is wel een echte parodie. Onder andere Birgit Schuurman zit erin. Het is eigenlijk een leuk spektakel wat volledig gebaseerd is op het boek. Maar er net een leuke knipoog en een leuke twist aan geeft. Hij heeft al een keertje eerder gestaan in onze Schouwburgzaal afgelopen jaar. Toen was hij binnen mum van tijd uitverkocht. En daarom hebben we hem gewoon nog een keertje gehaald. En ook deze keer moet natuurlijk de zaal vol. Dus ik denk, ik ga hem nog een keertje noemen. Ja, Anne, de laatste voorstelling die je hebt uitgezocht is een hele speciale. Ik las de recensie, een beetje een circusachtige voorstelling lijkt me dat. Dat is inderdaad het gezelschap Seven Fingers, komt uit Canada en brengt eigenlijk een nieuw soort circus. Dat deden ze begin dit jaar al in Sochi, toen ze bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen stonden. Maar nu komen ze dus gewoon in onze Schouwburgzaal hun ding doen. Dat betekent wel echt iets anders dan je waarschijnlijk verwacht bij circus. Het is een combinatie van muziek, theater, poëzie. En ze heten niet voor niks Seven Fingers. Het is alsof ze inderdaad zeven vingers aan één hand hebben. Want ze kunnen dingen waarvan je denkt, hè? En dan doen ze het gewoon nog een keer. Dus ja, twee avonden staan ze. Dus twee avonden volledig verbaasd kijken naar het podium, denk ik. Wilt u nou kaarten bestellen? Ga dan naar www.theaterstilburg.nl. Ja, ik heb weer wat geknipt uit diverse tijdschriften en kranten om eens wat andere dingen te vertellen dan in Theater Tilburg zich afspelen. De voorrondes van het Festival van het Levenslied, die
is van start gegaan. Het Festival van het Levenslied is al jaren een festival van, voor en door Tilburgers. Daarom is de organisatie verheugd dat er ook dit jaar weer 2 talenten op het podium zullen verschijnen. Maar ja, die moeten natuurlijk wel gekozen worden door het publiek, u en een vakjury. Hoe kunt u nou kiezen? Ze staan allemaal op facebook.com/festivalvanhetlevenslied aan elkaar. Dan moet u even een account aanmaken, dan kunt u ze zien en dan kunt u daarop stemmen. Ja, op 1 juni zullen ze dan op gaan treden, maar het stemmen is maar tot 20 mei. Dus als u dat interessant vindt, kijken en doen. In onze eerste uitzending van de maand mei, de culturele agenda, hadden we het al over het Mariajaar ter gelegenheid van het bestaan, 50 jaar bestaan van de kapel Maria ter Nood in Tilburg. Er is op 23 mei voor de liefhebbers Maria zingt op het voorterrein van de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood om 19:30 wel aanwezig zijn. Bezoekers zingen samen in de open lucht populaire Maria-liedjes met medewerking van gemengd koor De Bron en Antilliaans koor Antaru. Op een scherm worden belangrijke Tilburgse Maria-beelden getoond, van historische informatie voorzien door Paul Spapens. Dus 23 mei, Maria zingt. En dan is er op 24 en 25 mei, in het weekend zaterdag-zondag, dan vindt de 18e editie plaats van het internationale Gypsy Festival in de Interpolistuin in Tilburg. Het belooft dit jaar een geweldig spektakel te zijn. Op zaterdag een brassband van bestaande uit jongeren, nou de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ze komen ook uit België, maar ook ver weg nog. En als u daar liefhebber van bent, dan moet u er zeker bij zijn. Meestal is het wel goed weer. We hopen erop. 25 mei is ook in de concertzaal van Theater Tilburg, in de programmering van de verrassende ontmoetingen, een accordeondag. Accordeonorkest Haarlem, Accordia Kerkrade, Apollo 77 uit Heelvarenbeek, verhalenkoor Kleurrijke Mama's, T-kwartet en het Fontys Ensemble. En dat begint 's middags om 12:30 in concertzaal in Tilburg. En dit was weer de culturele agenda voor de maand mei. We hebben er nog eentje te goed in juni. Tot dan.